Hey, en dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag woensdag. Ik begin de weekvlog weer eens lekker laat. Omdat ik gewoon niet zo goed wist wat ik moest filmen. Ik ben de afgelopen dagen voornamelijk bezig geweest met werken. Een campagne voor Instagram en zo, waar ik gewoon druk mee bezig was. Maar ik heb gisteren ook een pakketje binnengekregen. Heb ik zelf besteld. Waar ik zo blij mee ben. Want als jullie me langer volgen en vaker naar mijn video's kijken en mijn Instagram en zo, dan weten jullie dat ik heel erg lang op zoek ben geweest naar een bepaalde riem. Een taille riem, een zwarte riem met gouden gespjes of gouden ringetjes, zeg maar. Die dan ook nog eens langer is in je taille. En ik heb hem eindelijk gevonden dankzij jullie. Dus heel erg bedankt daarvoor. Ik heb het pakketje hier. Hij komt namelijk van Shubi. Shubi is echt een winkel. Ik shopte daar, weet ik het, hoeveel jaar terug, best wel regelmatig. Toen zat hij namelijk nog hier zo in de buurt. Tegenwoordig niet meer. En sindsdien ben ik de winkel een beetje vergeten. Maar ik heb nu eindelijk een riem. Ik zal hem maar even bijpakken. Zo. Hier is hij. Het is dus zo'n zwarte riem met van die gouden dingetjes. Dus ik zal even een andere outfit aandoen. Want bij deze outfit staat hij echt niet. En dan kan ik jullie even laten zien wat ik bedoelde met de riem die ik dus al die tijd al wilde hebben. Ik vind hem bijvoorbeeld op dit jurkje heel erg leuk. Let trouwens niet op die mouwen die echt vreselijk slordig zitten. Het enige jammer vind ik dat hier geen, hoe noem je dit? Schakeltjes, rondjes, whatever zitten. En dan had ze mij nog wel iets langer gemogen. Ik heb de riem in een maatje L, XL genomen. Omdat ik dacht, dan is hij zo lang mogelijk. Maar hij is alsnog niet heel extreem lang. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk staan. Je doet hem dus eerst naar boven en dan daardoorheen. En dan heb je dit effect. En ik vind het echt heel erg leuk, heel erg stoer. En dit past bij heel veel jurkjes en rokjes en zo die ik heb. Dus ik vind het echt heel fijn dat ik hem eindelijk heb. Ik weet zeker dat ik hier heel veel plezier van ga hebben. En deze was 13 euro of zo. Nou is het ook geen echt leer, maar I love it. Verder is het deze week echt ontzettend lekker weer. Dus ik ga nog even het laatste ding op mijn to-do-lijst van vandaag doen. Het is nu 14:15. En dan kan ik gewoon eventjes die laatste taak doen. En daarna gewoon lekker in de tuin gaan zitten. Dus dat is een beetje de planning. Gewoon lekker een middagje in de tuin. Ochtendje werken. Helemaal top. Oké, guys. Ik heb jullie hulp nodig. Is dit leuk, dit shirt zo hieronder? Of niet? Want ik ben echt gek op deze jurk. Die heb ik vorig jaar gekocht bij Pull & Bear. Maar hij heeft zo ontzettend veel inkijk. Er kan geen enkele BH onder. Dus het is sowieso zonder BH. Maar het is ook echt dat ik denk van als die goed zit. Zeg maar als deze lijnen onder mijn borst zitten. Dan zit mijn tepel hier. En als ik ga zitten is dat dus echt een heel klein stukje naast het randje. Waardoor ik me er niet comfortabel in voel om buitenshuis het zo te dragen. Dus ik dacht, ik ga even kijken zo. Ik heb hem vorig jaar bijvoorbeeld bij mijn Theora in Griekenland gedragen met dit shirt eroverheen. En dat vond ik wel leuk. Maar dit, ik weet niet zo goed. Ook als je de tekst weg zou denken en gewoon een normaal shirt zou nemen. Zouden jullie dat leuk vinden? Tegelijkertijd komt de kat er hierbij zo van, ik wil erbij, wat ben je aan het doen? En wat er vandaag binnenkwam was een nieuw paar schoenen. Ik mocht weer nieuwe schoenen uitkiezen bij Omoda. Die heb ik nu hier ook onderaan. En het zijn Doc Martens. Ik weet dat ik een paar weken vlogs terug nog zoiets had van, jongens, hoe loop ik met Doc Martens in? Dus het slaat nergens op dat ik nieuwe heb besteld. Maar ik mocht nieuwe schoenen uitkiezen. En ik was echt al tijden op zoek naar stoere, zwarte platform sandalen. Ik heb een paar jaar terug een paar gehad. Mijn camera wordt helemaal donker. Van Comcat Fashion was dat toen. En die zijn op een gegeven moment kapot gegaan. En nu heb ik ze dus van Doc Marten. En dit zijn ze. Ik vind ze zo tof. Ik heb ze dus gekregen van Omoda. Dit is trouwens niet betaald of whatever. De samenwerking is alleen maar op Instagram. Maar ik ben hier zo blij mee. Volgens mij heet het model Vos. Dit is dus hoe ze eruit zien. Ze hebben verder zwarte details. Let even niet op al die bedrading hier. Want ook die gespjes en zo zijn van zwart. Je kunt hem daar bestellen en aan de achterkant. Dus daardoor zit hij echt perfect. En het allerbeste van allemaal, ik loop er zo mee weg. Het voetbed voelt heerlijk. Ik heb ze vandaag en gisteravond in het aangehad. En echt geen enkel probleem nog gehad met ergens een drukplek. Of iets wat misschien een blaar kan gaan worden. Dus ik ben hier zo blij mee. Ik denk echt dat ik hier uren op kan lopen. Ik vind ze zo tof. Mijn tattoo komt er ook precies zo mooi bovenuit.
Love it. Maar goed, dit is dus de jurk zonder t-shirt. En zoals je kan zien, hij is gewoon best wel sexy. Zo vind ik het op zich nog wel kunnen. Maar als ik dus ga zitten, dan wordt het allemaal nog een stukje wijder. En dan, ja, kan ik echt niet echt zo naar voren buigen zonder dat ik het comfortabel vind. Dus als jullie tips hebben om dit te stylen, behalve inderdaad een t-shirt eroverheen, let me know. Want ik ben wel echt verliefd op de jurk. Volgens mij is het niet meer verkrijgbaar. Maar dit is dus een beetje een probleemgebied, waardoor ik hem nooit gewoon zo op zichzelf draag. Ja, nu vandaag zo thuis vind ik het geen probleem. Maar de deur uit wil ik toch wat comfortabeler voelen in deze area. Inmiddels is het alweer vrijdag en ik ben me aan het klaarmaken om te filmen. Ik ga een ooglook maken namelijk met dit prachtige palet van Revolution. Het Forever Flawless Birds of Paradise palet. Ik zal hem eventjes open doen. Dan kan ik aan jullie laten zien. Kijk even. Dit is toch bizar, gaaf, mooi. Ik ga dus proberen twee ooglooks hiermee te maken. En om over je te testen. Dat ga ik niet laten zien. Want ja, die video moet nog komen. Anders spoil ik het een beetje. En gisteren kwam er een pakketje binnen via Marktplaats. Ik had niet eens via Marktplaats trouwens. Via Facebook had ik het gedaan. Ik zit in zo'n groep met allemaal Lush-liefhebbers. Die nog wel eens producten verkopen die zij niet meer gebruiken. En ik heb het Ectoplasm parfum weten te scoren. De dop zit wel nog een beetje los. Maar dat maakt me niet zoveel uit. Ectoplasm is namelijk een geurlijn die ieder jaar met Halloween uitkomt. En ik dacht dat ze er altijd alleen maar een shower gel van hadden. En ja, ik heb gewoon zoveel shower gel dat ik dat nooit hoef te hebben. Maar de geur, jongens, vind ik altijd zo lekker. Het is namelijk echt bizar lekker fruitig en citroenig. En gewoon echt lekker fris citroen. Dus ik heb nu lekker het parfum. Sindsdien draag ik hem ook. Ik heb hem gisteravond opgehaald, nu ook. Zo lekker. En ik heb hem nu voor 15 euro plus verzending. Dus in totaal 22 euro voor een parfummetje. Ik vind het helemaal goed. Het is 30 ml. Daar doe ik wel even mee. Dus die wilde ik ook even laten zien. Deze weekvlog begint steeds meer te gaan. Alleen maar over producten die ik nieuw heb. Maar ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik ga in ieder geval snel aan de slag met filmen. Want ik kan niet wachten om deze beauty uit te proberen. Zo, inmiddels is het alweer zondag. Let niet op deze rare combi. Ik heb mijn bikini hieronder aangedaan. Want ik ga zo weer lekker in de tuin zitten. Maar ik bedacht me ineens. Ik heb namelijk gisteren ook in de tuin gezeten zitten lezen. En ik ben van de week begonnen in een nieuw boek. Wat betekent dat ik deze uit heb. En ik kreeg zo ontzettend veel vragen, enthousiaste reacties en zo van jullie. En benieuwde reacties van, goh, ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dat ik dacht, ik ga even vertellen wat ik van het boek vond. Ik ben er eventjes bij gaan zitten. Dit is echt een hele rare camerahoek misschien, maar goed. Ik ben me namelijk gewoon aan het klaarmaken om dus even lekker in de tuin te gaan zitten. En dit is dus het boek waar ik het even met jullie over wilde hebben. De Ballade van Slangen en Zangvogels. Die had ik jullie vorige week vlog laten zien. Ja, ik heb hem echt al een week uit. Vorige week dinsdag kwam die binnen. Deze week dinsdag heb ik hem uitgelezen. Het is dus een prequel, zoals je dat noemt, van de Hongerspelen trilogie, die serie. Nou, ik denk dat iedereen de Hunger Games wel kent van de films. Ik heb de boeken destijds ook gelezen en ik vond het gewoon heel erg tof. Ik vind het verhaal sowieso heel erg leuk, maar ik vond ook de manier van schrijven van Susanne Collins gewoon heel erg fijn. Dus toen ik zag dat deze uitkwam, dacht ik echt, oh my god, I need it. En dat was zeker zo. Dit verhaal gaat dus over President Snow, maar toen die 18 was, uit mijn hoofd. In ieder geval 10 jaar nadat dus de oorlog heeft gespeeld en zo. En dus het 10e jaar van de Hongerspelen. Waarbij hij uit een familie uit het Capitool komt. Die eigenlijk helemaal niet zo goed het voor elkaar hebben als dat ze zeggen dat ze het hebben. Ze hebben tijdens de oorlog best wel wat verliezen gehad. Omdat ze, ja, in district 13, dat is vernietigd, is in de oorlog allerlei, ja, dingen fout zijn gegaan. Ik ga proberen zo min mogelijk spoilers te geven. Maar daardoor moet hij dus eigenlijk de eer van zijn familie redden door middel van de Hongerspelen. Hij wordt een van de eerste kandidatenbegeleiders van het meisje uit district 12. Waarbij hij natuurlijk denkt van, ja, dat is het laagste van het laagste. District 12 en ook nog eens het meisje. Maar in het verhaal kom je dus eigenlijk achter hoe hij gevormd is tot hoe hij uiteindelijk is. Je ziet een hele andere kant van, ja, President Snow die we uit de films kennen uit de Hunger Games. Want daar is hij natuurlijk echt een beetje, ja, die engbek die mensen vergiftigt. Dat iedereen naar zijn hand wil zetten. En ja, gewoon orde in de chaos wil scheppen door middel van de Hunger Games. En dus ieder jaar
23 kinderen te vermoorden, eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Dus je ziet hierin eigenlijk hoe hij zo gevormd is. Want hij is in het begin van het boek helemaal niet zo. Je ziet echt een hele andere kant van hem. Hij heet dus Coriolanus, wat ik echt een vreselijke naam vind. Maar goed, het past wel helemaal in het Kapitool gebeuren. Dus ja, dat is op zich wel heel erg boeiend. Het is echt een periode na de oorlog, 10 jaar na de oorlog. Dus je leest ook heel veel over hoe ze het in het Kapitool daar hebben ervaren, waardoor de mensen in het Kapitool dus eigenlijk dachten dat de mensen in de districten, de rebellen, waarom die zo vervelend waren, omdat zij veel verliezen hebben gedaan en zo. Ik vind het gewoon echt een heel erg tof boek. Ik ben echt heel erg enthousiast. Ik zal het linkje opnieuw even in de beschrijving zetten voor jullie, mocht je het nog niet hebben besteld en nu toch benieuwd zijn geworden. Ik kan hem je echt aanraden. Hij is een flinke dikke pil, maar ik heb hem echt in een weekje met gemak uitgelezen. Dan heb ik geen eens hele dagen zitten lezen. Het leest heel erg makkelijk, het is echt heel erg tof. Dus wat dat betreft is het wat mij betreft echt een topboek. En dan ga ik me nu nog even verder klaarmaken om lekker in de tuin te gaan liggen. Dus ik pak mijn e-reader erbij. Ik ben nu dus bezig met, hoe heet het? The Witcher. Ik ben begonnen in de serie The Witcher, omdat ik die op Netflix heel erg tof vond. Ik moet zeggen dat ik het tot nu toe niet heel boeiend geschreven vind. Ik moet altijd heel erg wennen aan schrijfstijlen van sommige schrijvers. En dit vind ik gewoon niet heel erg boeiend geschreven. Maar ik weet wel dat ik het verhaal heel erg tof vind. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik van de boeken ga vinden. Wat heb ik verder nodig? Mijn telefoon. Ik moet nog even spullen mee naar beneden nemen. Want ik ga even in de tuin liggen. En dan vanmiddag ga ik samen met mama even wat foto's maken voor Instagram. Want ja, ik heb gewoon nieuwe foto's nodig. Ik wil ook even deze week verjaardagsdingen gaan bestellen. Want ik ben aankomende week op zondag jarig, op 7 juni. En dan wil ik nog even leuke dingen hebben voor een Instagram foto daarvoor. Vorig jaar had ik hele toffe, hele grote heliumballon. Ik zal even die foto hiernaast plaatsen. Dus zoiets dergelijks wil ik dit jaar weer, denk ik. Maar goed, dat allemaal. Mijn opa heeft een hele toffe doek een tijd terug aan mijn moeder gegeven die ik als fotoachtergrond wil gebruiken. Dat zien jullie vanmiddag allemaal wel. Ik ga nu eerst even lekker in de tuin liggen. Inmiddels hangt het doek van mijn opa. Deze heeft hij dus ooit op een van zijn reizen meegenomen. En hij is zo mooi. Ik heb daar citroentjes en ik heb een leuk blauw playsuitje. Ik dacht, dat staat er wel leuk bij. Je kunt eventueel ook nog deze kant een keer gebruiken. Maar ik vond deze wel heel erg mooi. We hebben hem wel even moeten strijken. Maar ik ga dus lekker met citroentjes daarvoor staan voor de eerste foto. De foto's met de citroenen staan erop. Dus nu is het tijd voor een badpak body positive foto in de tuin. De citroenen ga ik straks trouwens lemonade van maken. Mocht je denken, ik zal alleen voor de shoot gebruiken. Absoluut niet. Echt, dit badpak van H&M. I love it. Dus ik ga hier lekker fotootjes in shooten. En toen was het tijd voor de laatste outfit change van vandaag. Ik heb gewoon lekker een chill outfitje aangedaan. En wij gaan straks nog eventjes eten brengen bij mijn opa. Want mijn moeder heeft eens in de zoveel tijd een kookcursus, 1 keer in de week. En dan ja, geven we mijn opa en zijn vrouw daar ook wat van. Dus dat leveren we bij de deur gewoon af. En ik dacht, misschien kunnen we dan onderweg ook nog een fotootje maken van dit outfitje. Want dat draag ik ook best wel veel. Met mijn nieuwe Doc Martens van Omoda er misschien onder alvast. Ik heb alvast een fotootje voor Omoda gemaakt. Maar ik heb in ieder geval geen zin meer om te vloggen vandaag. Dus ik denk dat ik de weekvlog hierbij ga afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om hem te zien. Doe er nog een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren als je nieuw bent. En ja, dan zie ik je heel erg graag terug bij een volgende video.